De demonstratie was al een tijdje aan de gang toen een groep van 100 jongeren richting het centrum van de stad liep. De politie had dat verboden, maar daar trokken ze zich niets van aan. Toen ze werden tegengehouden, staken ze vuurwerk af en gooiden ze stenen naar de politie. Ook werd er met terrasstoelen gesmeten. Het zijn geen eens demonstranten, het zijn gewoon railschoppers. Dat is echt, ja. Niet geen voorstanders of tegenstanders van het beeld? Nee, ze hebben gewoon zin om, te rellen. De politie zoekt uit wie de jongeren waren en waarom ze zich zo gedroegen. Mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. De demonstratie zelf ging dus over een oud standbeeld in Hoorn. Dat van Jan Pieterszoon Koen. Een bekend persoon uit de Nederlandse geschiedenis. Over dat standbeeld is al jaren discussie. Ik ben opgegroeid hier. Ik ben opgegroeid met dat standbeeld hier in Hoorn. En nou ja, wij dachten ons altijd af, waarom staat dat ding hier nog? Je kunt het zo zien als alleen een beeld. Maar als je ook kijkt naar wat krijg je op de basisschool geleerd als geschiedenis, hoor je alleen maar hoe goed hij het heeft gedaan. Maar alle slechte dingen hoor je niet bij. Jan Pieterszoon Koen was zo'n 400 jaar geleden een machtige man in Nederland. Hij werkte bij de beroemde VOC die met schepen naar Azië voer voor de handel in kruiden en specerijen. Koen veroverde daar veel gebied en breidde zo de macht van Nederland uit. Dat doet hij met veel geweld. Dorpen worden platgebrand en duizenden mensen worden vermoord. Overlevenden worden vaak tot slaaf gemaakt. Het gebied dat de kolonie Nederlands-Indië wordt, was belangrijk voor Nederland. Er werd heel veel geld mee verdiend. Zijn naam is nu op verschillende plekken in Nederland terug te vinden. Zo is er de Koentunnel bij Amsterdam en zijn er J.P. Koenstraten. En staat er dus een standbeeld van hem in Hoorn, zijn geboortestad. Tegenstanders vinden het allemaal te veel eer voor een persoon die zoveel geweld heeft gebruikt in het verleden. Een massamoordenaar is geen held. Geschiedenis heeft ook een zwarte kant. En het wordt tijd dat die naar buiten komt. Zodat onze kinderen, kleinkinderen, de echte geschiedenis kennen en niet alleen de mooie kant. Anderen willen dat het beeld blijft staan. Het is onderdeel van de geschiedenis van ons land. Ja, het hebben er altijd toch gestaan, dus waarom zou het weg moeten? Ondanks wat er is gebeurd. Ja, ik heb er geen mening over voor de rest, maar wat staat moet staan blijven, toch? Wij erkennen natuurlijk, hij heeft ook slechte dingen gedaan, maar hij heeft ook goede dingen gedaan. En wij willen de goede kant, dat vinden we mooi slecht te komen, maar dat staat ook op de plakkaat, op het beeld. Goedje blijven.